niet. Nee, nee, nee. Geen Hitler. Ik haat Hitler. Hè? Ja, natuurlijk, die heeft Hitler omgebracht. Nou ja, goed. Goed gemaakt, Poepa. Nou, ik kreeg een briefje dat er iets in mijn postvak ligt en dat het van levensbelang is, dus dat ik nu moest komen, dus ik... Dit is de lerarenkamer. Ja. Die is alleen voor leraren. Ja, ik ben toch een leraar? Oh ja? Ik ken alle leraren, maar jou ken ik helemaal niet, jongentje. Ik ben Bartel Jaap. Je hebt me vorige week nog laten struikelen. Ik geef wiskunde. Oh ja? Geef jij wiskunde? Hoeveel is dan 20.489 maal 30.445? Nee! 23.787.605. Ja, dat klopt toch? Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde leraar, maar een Duits leraar. Kan het niet controleren? Schade. Mag ik alsjeblieft even door, meneer Heidrich? Want het... Een leraar zal nooit smeken. Een leraar zal bevelen. Laat me erdoor. Nu. Hup. Maar een ene leraar kan een andere leraar niet bevelen. Ja, maar dat doe jij ook de hele tijd bij mij. Lieve Klaas, ik heb de toets nagekeken. En ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes! Behalve jij. Nee, een grapje, jij ook. Oh. Of nee, toch niet? Jawel. Je hebt een voldoende. En de rest heeft onvoldoende. Wat? En jij ook. De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende. Groepen. Achtung. Steh auf! Augen geradeaus! Also, wir gehen weiter, wo wir geblieben waren, ja? Lebensraum! L-E-B-E-N-S-R-A-U-M. Sehr gut! Kristallnacht! K-R-I-S-T-A-L. Hey, pokke Heidrich. Zit ik net een harikiri uit te leggen dat hij zijn zwaard thuis moet laten en zijn ingewanden binnen moet houden? Schiet jij hem eventjes drie keer voor zijn knijter? Oh. Echt nou kappen, hoor. Nou, ga door met je laatste les, hè? Zat jij nou Duits les te geven?
Ja, ik ben toch een Duitse leraar? Ja, je bent een Duitse leraar, maar je bent geen leraar Duits. Jij geeft maatschappijleer, ja? Ja, maar ik wil zo graag Duits geven. Nee. Echt niet. Nou, gewoon hou je bij het eindexamenonderwerp. Ja? Jaren 50. Nederland, politieke situatie na de Tweede Wereldoorlog. Is de oorlog voorbij dan? Nee, hij wil alleen je goud. Zie je nou wel? Alles wat ik doe mislukt. Misschien is het maar beter als ik... Parij. Als je wat? Als je wat? Bartel Jaap. Als ik dood ben. Mie. Mijn naam is Bartel Jaap. Ik heb verloren en ik kan niet tegen mijn verlies en daarom wil ik dood. Hm? Hoe zit het met dat viskoekje hier? Raak haar niet aan. Ga je aan de steek laten? Moet heer Heidrich dan na de schooltijd lekker met haar spelen? Blijf van haar af! Dat kan hoor. Krijgt ze eindelijk een echte man. Mooi geweest. Ik laat niet over me heen lopen. Verdikke me! Oh. Oh. Sorry. Yeah! Ik begreep dat u wat hard wordt aangepakt door de leerlingen. Is... Nee hoor, niks aan de hand. Oh. Ah, dat is alleen maar fijn. En dan wilde ik nog sorry zeggen voordat ik u neersloeg naar de voetbalwedstrijd. Geen idee waar je het over hebt. Ik kan me niets meer ervan herinneren. Oh. Nou ja. Als er iets is dat ik voor u kan doen, dan... Nee, dank. Ik heb het zeer druk. Tjus. Meneer Heidrich, een beetje vriendelijkheid kan geen kwaad. Daar hoeft u zich toch niet voor te schamen? Goedheid wordt uiteindelijk beloond. Kijk maar naar mij. Nee. Alles is voorbij. Oh, mami. Waar bist du? Mein Mami. Toen ik nog een kleine meneer Heidrich was. En toen woonde ik met mijn lieve papi Klaus in Argentinië. En mijn papi was een eenvoudige bauer en boer. En alles was schön. En toen plotseling, van de een op de andere dag, en mijn papa door de jüdische geheimdienst werd meegenomen en opgehangen in Israël. Ja, jullie hebben natuurlijk geen idee hoe dat is. Als onschuldige papi zomaar uit zijn boerderijtje wordt getrokken en meegenomen. En waarom? Alleen maar omdat hij Duits was. En toen ik ook nog achterkwam dat jullie twee al die jaren zonder te betalen in papi zijn kellertje had gewoond. Toen wilde ik graag. Ik bedoel wraak. Maar dat wil ik nu niet meer. Ik wil alleen nog maar eerlijk zijn. De wereld is niet meer een oorlog. Alle mensen knuffelen met elkaar en de vogels blijven. En de wereld is blauw. En jullie zijn vrij. Duitsland had verloren. Ga dan toch, om Gottes wil. Ga maar. Meneer Heinrich. Zou u
alsjeblieft vanavond bij de mentorgesprekken tegen onze ouders willen zeggen dat Engels en Nederlands sowieso wel gaat lukken? En dat u eigenlijk ook wel zeker weet dat we het jaar gaan halen, Biete, zeer? Ja hoor, dat kan ik gewoon gaan zeggen. En ik ga ook zeggen dat jullie voortdurend met elkaar lopen te zoenen met tong. Maar dat doen we helemaal niet. Nee, maar dat weet ik wel, maar ik ga het wel zeggen. En ik ga ook zeggen dat jullie de hele tijd lopen te spieken als de brugklasjongens zich omkleden. Maar dat hebben we nog nooit gedaan. Nee, maar ik ga dat toch lekker zeggen. En ik ga ook zeggen dat jullie de hele tijd elkaar masturberen in mijn les. En dat jullie naaktborders rondsturen naar de andere jongens. Kortom, dat jullie twee ongelooflijke speelwerpen zijn. Tering, man. Tenzij jij Pippi laat zien. Wat? Pippi laten zien voor de hele klas. Ik heb gehoord, je bent zo bijzondere Pippi. Ja, hij is wel oké. Okay. Ja, stop, dank je. Maar ik ga hem toch niet naar de hele klas laten zien? Kleine schmutzbugger. Pippi, laat het zien. Jetzt. Kom, laat hem zien. Hij schiet. Afgepast. Zweimal drei macht vier, wieder, 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 und drei macht neun. Ich mach mir die Welt, wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tralala, 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 sassa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Sehr gut, bis hier. Soll nix dir hier auch das vertellen? Yes, yes. Dann wählt ihr die Aue. Dann auch auf ihr Safe aus, hm? Der Sportlehrer, ist er misschien noch verbannt? Ich habe so einen Schwanzschmerz. Ja, in der Gymsaal. Dann ga ich mal eben nach der Gymsaal, ja? Fuck! Zitten. U was toch in de gymzaal? Oh, maar ik wist toch al lang dat jij zou denken dat ik zou denken dat jullie zouden denken... af. We zitten hier nou toch gezellig met z'n drietjes. Hm? Zit toch niks onder. Nee. Nee, dat doen we niet aan mee, want wij zijn vandaag Afrikanen. Oh ja? Ach, wat zullen ze daar blij mee zijn, nog meer Afrikaantjes. Nou, pak dan allebei maar de envelop die naast je ligt en stuur het allemaal maar op naar Afrika. Kerkdroogstraße nummer 1, Afrika, postcode 1, 2, 3, 4, 5. Honger. En natuurlijk gewoon wapperen met die handjes tegen de malaria-muggen, Afrikaantjes. Hey, er staat hier op het rooster dat je gewoon in de gymzaal moet zijn voor de Oud-Afrikaanse spelletjes. Ja, je moet het niksappen en het waterpoepen begeleiden. Jullie kunnen niet lezen, want jullie zijn Afrikaantjes. Ga door, verstanden? Ah! Niet de vingers aflikken. Afferen in de envelop. Ja? Als ik het nou wel weet. Oh, dan ga ik natuurlijk lekker meteen zeggen. Natuurlijk. Oh ja, dan ga ik lekker meteen zeggen dat u met minderjarige meisjes voost. Ik hoopte zo erg dat je dat zou zeggen. Dat heb ik zo erg gehoopt. Ik heb namelijk een verrassing voor jullie. Ik ga eventjes weg. Ik kan het niet aan zo pijnlijk als dit gaat worden. Ja?
Oh ja, noch etwas. Das Essen ist natürlich vergiftet. Straks vliegt die deur open. En dan is het klaar. Ik hou van je. Ik ook van jou. Zo vreselijk veel. Surprise, surprise. Hm? Endlich. Het is een zware tijd geweest. Maar iedereen krijgt wat hij verdient. Ik heb iets voor jou meegebracht. Helemaal alleen voor jou. De party kan beginnen. Het is die trance van erg donker, vind je niet? Oh, sorry. Licht aan. Deur dicht. Cool, hè? Hey, jongens. Zijn jullie er nou nog? Jullie waren in slaap gevallen tijdens de toets. En jullie lagen zo lekker te slapen dat ik jullie niet wakker wilde maken. Maar jullie zijn in ieder geval goed uitgerust. Nee, 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 dat is niet de überraschung. Er is hier iemand voor jou. Iemand die jou zeer dierbaar is. Iemand die je bent kwijtgeraakt. Iemand die in de bloei van haar leven vermist is geraakt. Batskelin! Mijn één eigen tweelingzus! Mm. Heb je haar gevonden? Mm-hmm. Oh. Oh, echt? Ik betaal al jaren detective 90% van mijn salaris om haar te vinden. Ja, dat weet ik, want die detective dat is nu haar vriend. En zij reizen de hele wereld rond op zoek naar exclusieve full moon parties. En ze hebben ook een ontzettend leuke blog. Hier, kijk maar even. Zie je, want toen ik vertelde dat hier ook een exclusieve full moon party was, toen is onmiddellijk vast Klaas overgevlogen. Hè? Ja. Mm. Ja, geweldig. Nee, sorry. Dat is mijn vakantie. Urlaub, ne? Zeg, dein Schwesterchen zit in de kast. Oh. Kast open. Was kan ik? Nee. Nee. Zit je met comfortabel, Bartelja? Hm? Vanavond gaan we lekker zoenen. Wij? Nee, gekkie, natuurlijk niet. Hoewel, dat mag wel, hoor. Ja, mijn vriend vindt dat helemaal niet erg. Nee, Duitsers houden ook heel erg van worst, hoor. Ja. Maar ik bedoel natuurlijk dat schoolfeest. Ja, op zo'n schoolfeest moet je natuurlijk altijd heerlijk de hele avond een beetje zoenen. Ja, ik ga maar naar huis. Volgens mij heb jij iemand op het oog. Niet waar, Bartelaap? Ja, maar het mag niet. Ik moet mezelf in bedwang houden. Toen mijn vader werd opgehangen en mijn moeder werd kaal geschoren, toen werd kleine Heinrich naar Nederland gebracht door twee hele lieve Chinese mannen. K en Wing. En de eerste nacht dat ik bij hun in het keldertje sliep, zeiden ze tegen mij, jij bent een homo. Maar ik voelde dat helemaal niet zo, nee. Ik was super verliefd op al die meisjes natuurlijk. Maar ze hielden me voor dat ik een homo was. En ik bleef maar ontkennen. En dag in dag uit werd ik met allerhande homofiele activiteiten geconfronteerd. En ik verzette me en ik zitterde en ik wilde niet. En ik zei, nee, niet wieder in mijn popo. Alles zit al helemaal vol.
Maar die lieve lieverds, die bleven maar vertrouwen houden in mijn ver weggestopte homoseksualiteit. En toen, na 5 jaar, ik weet het nog goed, het was middags de tweede sessie. En vlak voor dat Wing op mijn gezicht ging zitten, toen sprak Ka zijn dagelijkse mantra. Als jij dit elke dag ondergaat, dan moet je wel een homo zijn. En toen knapte er iets als een dikke sperzieboen in mijn hoofd. Ja, en ik was homo geworden. Ja. Wat wil je hier eigenlijk mee zeggen? Ja, dat je nooit je ware gevoelens moet onderdrukken, natuurlijk. En dat Aziatische mensen heel lief en betrouwbaar zijn. Hm? Hier, neem een slokje. Het leven is zo kort, Bartelja. Misschien ben je zo dood. Wat is nou het allereerste dat er kan gebeuren, hè? Also, kom, voortmaken. Een slokje. Wat is allemaal gebeurd? Tja, wat is er allemaal gebeurd, Bartel-Jaap? Je hebt met je schmutzige tengeltjes aan een meisje van 11 gezeten. We hebben niet gezoend. Nee, maar je wou dat wel. En dat is misschien nog veel erger. Hm? En zij wou ook. Comfort en ik houden van elkaar. Als 18 is, gaan we trouwen. Ja, dat is misschien toch wel grappig om even te vertellen. Comfort is door mij ingehuurd. Ja, sorry dat ik daar zo enthousiast over ben, terwijl jij heel licht de spartelen, Bartel-Jaap. Spartel-Jaap. Maar ik heb 3 maanden aan dit plannetje gewerkt. En nou is het gelukt. Plannetje? Ja. Het begon allemaal met dat briefje dat je kreeg dat door mij was geschreven. Het was van levensbelang dat je zo snel mogelijk naar de lerarenkamer zou komen. Maar je kwam niet binnen, ik liet jou niet binnen. Kijk, dat is allemaal een hele simpele techniek om iemand zich een buitenstaander te laten voelen. Ja, en zo ontmoette je Comfort, ook eenzaam en onschuldig. En ik wist dat jij voor haar zou zorgen als een moeder eind. Je was eindelijk niet meer alleen, maar hoe kon ik die band sterker krijgen, intenser? Tranen, Bartel-Jaap. Eigenlijk is dat heel simpel. Tranen. Jij zorgde voor haar. En als iemand je op school weer te grazen nam, wie stond er dan steeds voor je klaar? Meneer Heidrichs höchstpersönliche troostende helpende handje. Comfort. Maar je liet haar nog niet echt toe, hè? In dat speciale plekje in je hart. Je oude identiteit en de daarmee verbonden normen en waarden moesten worden abgebrochen. En daarom heb ik je ook je zus laten doodmaken. Kast open! Pascaline! Nee! Je zat op een absoluut dieptepunt en van daar af kon ik je weer opbouwen. En toen ik die lieve, dierbare Comfort begon te betasten, toen onthulde jij je ware gevoelens voor haar aan mij. Je sloeg mij neer. Je was de held van de school en ik was die arme meneer Heidrich, maar die arme meneer Heidrich, die wist wel dat je es unterleistet bij die Mühe. Du hast het Pferd natuurlijk heel eenvoudig. Zielig doen wat tranen, braaf naar je luisteren. Ik had je vertrouwen gewonnen. En ik vond op het internet een tolk. Ik betaalde Comfort nog meer geld.
om echt smerige dingetjes te zeggen. Zo'n naam meisje, hoor. Heel nauw. Doet alles voor geld. En met een simpele truc liet ik die kleine Remy in haar richting wijzen. Ja hoor, en jawel, pedo. Ik ben geen pedo. Ja, maar ik heb het je wel doen geloven, Tom. Is het je trouwens opgevallen hoe stilletjes dat woord pedo in je onderbewustzijn kromp? En toen kwam vanavond. Ik moest toch wel even die vieze tonic uitnodigen om je een zetje in de goede richting te geven. Ik zei een paar keer stiekem comfort. Meer die comfortabel? Comfort maken. Ik draaide de hele zaal plat. Belde alvast met de ME. En plant ondertussen ook nog even het woord pedo in je hoofd. Kun je nog wel herinneren? Kom voor het podium, jongens en meisjes. We gaan zoomen. Pedo music. En ik zette natuurlijk een nummertje op dat je al wel bekend was. Is het je trouwens ook opgevallen dat bij alle positieve ervaringen altijd de kleur babyblauw voorbij kwam? Die babyblauwe ruimte, geschapen door meneer Heidrich zelf. Oh, daarvan Barteljaapje, die voelde zich veilig en sterk. En daar kwamen alle door mij geplante pedogevoelens samen in een zeer pijnlijke en illegale climax. Ja. Nou, nu zijn we hier. Ja. Operation. Breek Barteljaapje. Is afgesloten. Oh ja, dat verhaal van die twee Chinezen die mij homo zouden hebben gemaakt. Dat is niet waar, hoor. Of toch wel? Waarom? Ja, dan vraag je zo wat. Ja, ik vind het gewoon altijd leuk om dit soort dingetjes te doen. Wat ben jij? Ik ben een spinnetje.